Er zijn obstacle runs, er zijn ninja warriors, calisthenics parken, coaches, elite classes, masterclasses, sprekerssessies, exposanten. Ik zou zeggen, gewoon, kom gewoon gezellig langs. Ja, voor sommigen is dit nog een beetje abracadabra, maar als je al aan calisthenics doet, dan is dit al gesneden koek. Calisthenics is een sport waarbij je enkel je eigen lichaam gebruikt voor dit soort oefeningen. De sport zat in de kinderschoenen, maar langzaamaan zie je het steeds vaker om je heen. Komend weekend is er zelfs een Europees kampioenschap in de Amsterdamse Rai. Maar is het niet een beetje te moeilijk voor de mensen? Juist helemaal niet. En dat is juist de essentie van het project. Om te laten zien hoe simpel en makkelijk het is om te trainen met je eigen lichaamsgewicht. Wij voeren dit nu uit samen met 10 Europese landen. En al die landen vliegen over met hun nationale teams. Dus om zaterdagochtend om 9 uur beginnen we met de grand opening ceremonie. Met de brassband ritmo. Zondag sluiten we af samen met Jeroen Post met de grand finals. Dus het wordt echt geweldig. Een van de deelnemers van het EK is de 18-jarige Amsterdammer Angelo. Ik vind het eigenlijk super tof, want calisthenics is natuurlijk mijn hobby en mijn favoriete sport om te doen. En dat het in Nederland wordt gehouden en zo dichtbij, gewoon Amsterdam, dat is echt helemaal top voor mij. Na het NK heb ik ongeveer 3 maanden gehad om te kunnen voorbereiden. Ik had het liefst veel beter willen voorbereiden. Het is lastig, topsport natuurlijk. Er komen veel dingen bij kijken, slaap, voeding en natuurlijk je privéleven. Want calisthenics is nog een kleine sport, hè? Dus je krijgt er nog niet heel veel voor terug. Dus je moet dingen opofferen. Angelo hoopt dat er veel mensen willen komen om kennis te maken met zijn sport. Oké, nou als je niks weet van calisthenics, zou ik sowieso meedoen aan de workshops. Daar zijn wereldwijde atleten die jou komen helpen. Dus ja, als je wil beginnen, zou ik daar gaan beginnen. En we gaan dus allemaal voor hem juichen, jij ook? Ja, 100%. Team Nederland, toch?